is vandaag alweer dinsdag. En welkom bij een nieuwe weekvlog alvast. Ik ben dus van plan, ik ben vandaag vrij, om vandaag mijn special op te nemen in plaats van op woensdag. En ik wil dus mijn haar hieronder alleen, de highlights een beetje doorheen, een beetje roze gaan doen. Dus dat ga ik proberen. Ik ben wel echt heel zenuwachtig, want ik weet echt niet hoe het gaat worden en of het mooi wordt. Ik ga vanavond naar een open avond van mijn opleiding die ik weer heel erg leuk zou vinden. Dat is de Bee Academy, ik weet niet hoe je dat zegt, in Amsterdam. Dus dat is voor make-up en voor haarstyling. Dus dat lijkt me echt onwijs leuk. Dus ik ga vanavond met mijn moeder daar naartoe, want je mag maar één persoon meenemen in verband met corona. Dus ja. Oké, jongens, ik heb een special, ben ik aan het maken. En mijn haar is nu roze. Maar ik moet zeggen, toen ik het uit het tubetje haalde, dat is dit wat ik ga doen. Toen ik het uit het tubetje haalde, toen was het heel roze. Maar nu is het aan het intrekken, 10 tot 15 minuutjes. En daarna ga ik het feunen en dan als het goed is, wordt het een heel mooi kleurtje. En ik vind het nog wel leuk ook, denk ik. Oké, jongens en meisjes, ik heb mijn special erop staan. En ik heb het net geveund en nu is dit het dus. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind het helemaal niet zo raar eigenlijk. Dit is het nu geworden, ja. Ja, ik moet er wel een beetje aan wennen, maar ik kan het binnen een dag eruit spoelen. Want ik zag net ook al, als je er een klein beetje water op doet, dan gaat er al een beetje van af. Dus binnen 2 spoelbeurten is het denk ik weg. Maar ja, ik vind het wel even grappig voor een keer. Ik vind het helemaal niet zo heel raar staan. Ja, leuk! Nou allemaal, ik ben weer klaar met mijn special. Ik heb vandaag mijn nieuwe roze trui aan. Echt heel erg leuk. En ik heb mijn oog wat anders gedaan. Ik heb namelijk een lijntje gedaan. Nou, wel leuk. Ik ga vanavond natuurlijk naar de open avond van de Bee Academy. Dus ik heb mijn haar ook weer gewassen. Alles roze is eruit. Echt meteen is het eruit. Geen gloedje, maar niks. Ik heb het wel 2 keer eventjes gewassen met shampoo. Dus dat zou ik wel aanraden. Dan zit de dag er alweer bijna op. Het is alweer 3:15. En vroeg eten en dan vanavond weer weg. Helemaal. Ik ben weer terug van de open avond. De Bee Academy. Ik ga jullie ook neerzetten. De open avond, de Bee Academy. Het was echt heel erg leuk. Ik heb echt heel veel leuke nieuwe dingen gehoord. En het was echt heel leuk. Ik heb hier Allround Makeup Artist. Dit is het boekje. En het zat in Amsterdam. En het was best wel in een stoere soort van loods, zou ik het niet noemen. Maar best wel een stoer lokaal. Nou, en dan was er mijn vrouw en die ging al de uitleg geven. En die had zo'n smartboard waarop ze liet zien. En daarna gingen we naar boven. En toen had je al die stoelen met spiegels. En daar gebeurt het allemaal, zeg maar. Ik zie er wel heel moe uit. Maar het was echt heel erg leuk. Mijn moeder was mee. En dan waren we lekker met de auto. Het regent heel erg, dus ik ben echt blij dat ik met haar mee kon. Want zelf heb ik helemaal geen auto rijbewijs. Dus nu is ze weer thuis. Het is volgens mij 9:55. En ik ga lekker mijn gezicht schoonmaken. Ja. Wat? Nou, hallo allemaal. Ik ga die bril even af. Ik kijk helemaal schil. Ik heb dus net een TikTok opgenomen. Maar het was een TikTok waarbij ik dus commandeur, ik weet niet hoe je het zegt, bent in een bus. En ik ga dus mensen controleren. En ik had mijn OV niet mee. Het is echt te leuk. Ik heb het op TikTok gezet. En dit was dan mijn soort van pasje. Het is gewoon een palet dat ik ging controleren zo. Nou, het was echt geniaal. Maar ik ga me nu even omkleden, want dit vind ik echt een beetje raar staan. Maar ik heb dus net nagels. En ze zijn dus zo lang al, dat ik gewoon die drukkertjes niet dicht kon doen. Dus ik stond maar te klooien. Ik dacht echt van, wat irritant. Maar goed, die ga ik wel ook vandaag doen, maar het regent. Dus dat ga ik dan even binnenkort doen.
Maar ja. Ja, het was wel leuk. het is vandaag woensdag. Ik weet niet of ik al de dag had geopend. Maar bij deze dan. Ja, te leuk gewoon. Ik ga zo meteen, ik ga die pet afdoen. Het doet echt heel veel zeer. Het jeukt ook. Volgens mij gaat mijn foundation er ook een beetje vanaf. Nou ja. En ik ga zo meteen een nieuwe TikTok maken. Dus ja, het is lekker TikTok tijd. Vanavond lekker pompoensoep maken. Daar heb ik echt heel veel zin in. Echt heel erg lekker. Ja. Voor de rest vanavond nog even weg. Oh, mijn hele haar is ook gekruld door het knotje. Vanavond nog even weg. En dan zit er dan gauw weer op. Een beetje voor mezelf vandaag. Dus ik ga hem even omkleden. Die blouse uit. En dan ja, gaan we weer verder. Hallo. Het is inmiddels... weer wat verder op de dag. En ik heb mijn TikToks afgemaakt. Heel erg leuk. Ik heb er één vandaag gepost. En de rest post ik morgen. Ik ben nu even bezig met mijn kast opruimen. Er ligt echt van alles in. Ja, ik moet mijn kast echt opruimen. Het is echt een bende. Niet normaal. Ik heb echt heel veel spullen. En dat ja, ruim ik gewoon niet op. Dus ik ga mijn live lekker doen. En dan ga ik lekker een muziekje opzetten. En dan kan ik dat altijd helemaal lekker snel doen. Daarna heb ik een afspraak eindelijk bij de nagels. Want ik ga ze eraf laten halen. En gewoon mijn eigen nagels. Want deze, die is ook al half eraf. Dus ja, dat gaan we weer gewoon even lekker netjes doen. Het is niet zo spannend voor jullie, denk ik, om te laten zien hoe ik mijn laag ga doen. Want de vorige keer deed ik mijn kast en die was niet zo heel goed bekeken. Dus dit laat ik dan ook niet verder zien. Hey allemaal, het is vandaag donderdag. Ik heb mijn haar lekker gewassen en een beetje gesteld. Ja, ik heb niet zo heel veel te vertellen eigenlijk voor vandaag. Ik ga gewoon lekker ja, even mijn dingetjes doen. En de TikToks ben ik nog steeds mee bezig. Want ik ben die dansjes te oefenen zo, maar eentje zo moeilijk dat ik echt denk, nou, daar moet ik echt even de tijd voor nemen. Ja, voor de rest eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Volgens mij kijk ik verkeerd. Mama is al met een mondkap. Ja, we zijn in Utrecht. We gaan lekker shoppen. Ik was met Sanne, een vriendinnetje van mij hier laatst. En we gaan even lekker wat dingetjes halen. Dus zijn helemaal gezellig. Nou, we zijn er. Dit is de shopping mall. Echt zo leuk. En dan gaan we zo denk ik even naar boven, naar de winkels. Mama komt als het goed is zo meteen aan. Die moest even plassen. Hallo allemaal, ik ben weer terug van Douglas. En dit had ik vandaag aan. Oh, je ziet mijn knoop een beetje, sorry. Kijk, deze broek, dat is een hele nette broek. En er zit ook zo'n mooie sluiting. Echt heel erg mooi. Die had ik vandaag aan met mijn nieuwe colletje. En ik had echt zo'n kappersclip in. Maar kijk, eigenlijk wel een beetje raar voor Douglas. En ik ben een hoesje. Ook heel erg leuk. Dus even de update. Ik heb vandaag niet echt gevlogd. Vanochtend ook niet. Omdat ik ten eerste, ik dacht er wel aan, maar ik had heel erg haast. Net zoals altijd. En ik werd in de auto gebracht. Normaal kan ik nog even vloggen op busstation of zo dan. Maar ja, ik heb ik had niet echt de neiging om erbij te pakken nu. Ook omdat ik gebracht werd. Dus bij deze, ik heb heel lekker gewerkt. Het was echt vandaag zo'n dag dat je... Er zit trouwens een gat in mijn shirt. Sorry, ik krijg van de hak op de tak. Echt zo'n dag vandaag dat je gewoon dacht dat het echt kerst was. Echt een beetje de kerstdrukte hadden we. Dus het was wel echt heel erg fijn, heel erg leuk. Maar ik ben wel echt kapot. Dus eigenlijk wil ik gewoon lekker gaan eten. En even voor mijn auto leren. Even voor social media ideetjes opdoen. En daarna lekker vroeg slapen. Ja, het was wel echt een leuke dag. Ik heb heel veel ingepakt bij het kassa-eiland. Want ik werk natuurlijk bij Douglas, zoals jullie weten. En degene die het nog niet weten, bij deze. En ik stond vandaag kassa-eiland. Dus ja, het ging eigenlijk wel heel erg goed. Echt als een lopende band cadeautjes gedaan. Lekker verkocht. Ja, het ging eigenlijk wel lekker, maar heel veel. In Utrecht was ik met mama. Vrijdag. Gisteren. En daar heb ik ook niet meer echt, ik ga even zo staan, ook niet meer echt heel veel van gevlogd. Dat komt toch wel eerlijk omdat ik soms nog een beetje bang ben. Voor, of een beetje ja,
een beetje awkward toch vind. Maar ik moet er nog gewoon een beetje mezelf op zijn. Wordt steeds beter, maar soms durf ik het gewoon niet. En ja, jullie hebben wel een stukje van de mol gezien. Dus ik hoop dat ik het daarmee goed kan maken. Ik ga ophangen. Ik ga even de vlog wegdoen. Even lekker eten. En dan zien jullie mij morgen weer. Doei! Hi iedereen, dan ben ik nog even. Ik kan amper praten, want ja, ik heb een heel strak masker op. Maar ik wou even melden waarvan dit masker was, want hij is zo lekker. Ik moest het even delen. Hij is van de Tuinen. Het is groene kleimasker. Deze. En hij is zo fijn. Ik heb allemaal nieuwe skincare. Dus als jullie het leuk vinden, zet het even in de beschrijving hier beneden. Of in de comments. Sorry, want dan laat ik eens een keer al mijn skin routines zien. Misschien vinden jullie dat wel leuk. Dus ik reageer even. Kijk, het gaat bijna opdrogen. En ik ga het zo afhalen. Maar het is echt zo fijn. Het is echt helemaal heerlijk. Het ruikt lekker. Je hele gezicht staat helemaal strak. Nou, dan weet je dat het sowieso goed komt. Geen vet huidje meer. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer zondag. En ik heb de vlog nog niet afgesloten. Ik heb vandaag mijn nieuwe gele roze shirt aan. Van de mannenafdeling. Maar dat zit zo lekker. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Naar mijn vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. En als jullie het leuk vinden, zet ik mijn Instagram ook even in de beschrijving. Zodat jullie daar snel naartoe kunnen. En dan zie ik jullie donderdag weer bij mijn nieuwe special. Bedankt.